En welkom bij de derde dag in Ibiza. We zijn onderweg naar het ontbijt. Het is 9 uur. En we weten nog niet wat we vandaag precies gaan doen. Misschien naar San Antonio. Misschien naar het strand. We zijn nog gewoon aan het kijken, dus we gaan nu naar het ontbijt. Zo, we hebben besloten dat we deze vanmiddag naar San Antonio gaan. Dus we zijn nu onderweg naar de receptie voor een taxi te bestellen. En ik heb een outfitje aan van... eigenlijk geen idee meer. Maar het is wel een playsuitje. Ik zit op het balkon met het uitzicht. Mijn outfit voor vanavond. Ketting is van Primark. Armbandjes zijn van Shein. Kleedje is van een boutique bij mij in de buurt. En de schoenen zijn van Patje. Wij zijn nu onderweg naar de... momentje. Onderweg naar het restaurant. Een ferme bergaf. En ik ben op hakken. Dus dat is niet zo ideaal. Maar we gaan nu avondeten op restaurant. Dus vandaag is het geen themaavond. Ik heb juist mijn outfit laten zien. En mijn haren zijn met een klem omhoog gedaan. Dus daarom. Een beetje moeilijk praten met die trappen hier de hele tijd. Om te kijken waar ik loop. Anders ga ik vallen. Maar... het is nog heel warm. Deze vanmiddag was het zo heel bewolkt. Zijn we daarom naar San Antonio gegaan. Daar hebben we heel de baai afgewandeld. Dus hebben we daar, waar we gewandeld, 5 kilometer, bijna 10 kilometer ongeveer. En daarna is deze namiddag helemaal opengeklaard. Typisch iets voor Ibiza. En dan is het... vrij warm geworden, wat het nu nog steeds is. En dat was, waren we wel blij om, want we waren bang dat het vandaag een slechte dag ging worden met niet zo mooi weer. Wat niet zo fijn zou zijn, maar
Nu zit een hele blauwe hemel, wat al de hele namiddag is, dus de wolken verdwenen gewoon. Wat typisch is voor Ibiza. Maar we zijn bijna aan het restaurant, dus we gaan nu eten. Terug op ons balkon. Het is 11 uur en we gaan direct slapen. Het is het einde van dag 3 al. Oh my god, het gaat snel. Heel fijne avond geweest. Heb ook TikToks kunnen maken, dus die gaan jullie ook zien verschijnen. Ja, die gaan wel voor de vlogs al online staan, denk ik, de meeste. Wat foto's gemaakt. En hoe nog dan? Van het entertainment gekeken. Het was de entertainment manager die was aan het zingen. Was wel wat ambiance. Probeerde zo in het Nederlands liedjes te zingen. Was soms wel grappig. Het is nog altijd best warm, zoals je kunt zien. We hebben juist weer de berg beklommen. Het is nog steeds 27 graden, 27 graden hier. Vanaf morgen gaan de temperaturen omhoog. En dan blijven ze alleen maar stijgen. Dus het wordt steeds warmer. En ons hotel, ik weet niet of ik dat al gezegd heb, maar ligt in de bergen, waardoor het nog warmer is. Maar we hebben wel een mooi uitzicht en zo. Dus het heeft allemaal zijn voor- en nadelen. Maar het is zeker een mooi hotel. Ik weet niet of jullie het zien. Maar hier ligt San Antonio. Ligt er zo achter om de hoek. Dit is het begin van San Antonio. Daar ligt zo het Oco Hotel, het nieuwe. Nog een paar nieuwe hotels, maar die naam ken ik niet. En daar liggen de partyhotels van San Antonio. En daar ligt een ander stadje, maar dat weet ik niet welke naam. En dan nu in het donker kunt je niet zien, maar door de dag kun je dat zien. Daar lopen, dan loopt het nog zo door tot daar. Ja, je kunt mijn vinger denk ik wel zien. Tot daar, waar die lamp ongeveer gaat. Tot daar loopt het land. Wel super mooi zo dat het 's avonds zo verlicht is. Maar we gaan dus nu slapen, ons klaarmaken. En morgen gaan we een stranddag houden. Dus vandaag hebben we in San Antonio gewandeld en aan het zwembad gelegen, gezwommen. Dus in San Antonio heb ik wel een beetje in de zee gewandeld, want het water was vandaag wel laag. Dus wel fijn, maar ik ga bij deze vlog afsluiten, want ik denk dat vandaag een lange vlog is. Ik heb veel gefilmd voor jullie. Dus vergeet zeker niet te abonneren. Doe thumbs up. En laat zeker weten in de comments wat jullie vinden van deze vlogs. Ik hoop dat jullie het fijn vinden. Want ik film wel veel Ibiza vlogs, denk ik. Ik probeer het dagelijks te doen.